in Nieuw-Vennep. En dat is maar 1 keer per jaar. En ik vind het wel een hele mooie baan, als ik het zo zie. Het is heel dicht bij huis, hè? Ja. 10 minuutjes. Ja. Zin in? Ja, heel erg. Het is nog droog, maar ze hebben wel veel regen voorspeld. Ja, hopelijk valt het mee. Ja. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Het is vandaag weer de volgende dag. Deze dag ga ik de wedstrijden rijden. Maar het heeft wel best wel veel geregend, dus het was wel heel baggerig. Ja, heel baggerig hè? Ja. Maar er zijn 4 klassen voor jou, dus ik hoop dat het dan beter gaat. Ja, ik hoop het ook. En wat kan je winnen als je kopstart hebt Jan? Slagroomtaart. Daar heeft mama wel trek in. Ga je dat even regelen? Jan Huisman, Jan Huisman, voorbij die heeft de raden bij de onderneming Jan Hefman op de Yamaha. Ik had net kopstaart, dus ik ga een slagroomtaart ophalen. Ja, jij dacht dat het niet ging lukken, hè? Tussen die 85 is. Nou. Mooi wel. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ga je het op elkaar halen? Ja, en de Holeshot van jou? 85 jaar. Ja, dat is helemaal goed, jongen. Europe after. Maak hem uit. Ja. Eigenlijk lukken hoor. Samen van de doren, nou veel zitten hè. Alsjeblieft. Zo. Nou, maak hem maar even open Jan. Ga eens kijken hoe hij eruit ziet. Zo, staat erop. Motocross Nieuw-Vennep Holeshot winnaar. Leuk. Ja. En op eerste plaats is de 41 van Jan Huisman. Applaus voor deze mannen.